A 班冰封王。Ja, deze kennen jullie wel, denk ik. Het is een Spaans peper. Deze is de minst pittigere peper van hier. En die wordt ook veel vaak gebruikt in Nederlandse keuken. Ik gebruik die meestal om de mooie kleur. Niet zozeer voor de smaak, want voor mij is die niet pittig genoeg. Als bijsmaak heb ik citroen en knoflook. Ik heb hier de Spaans peper. Ga ik nu iets mildere sambal maken. Maar eerst wassen. Gelijk het hoedje eraf halen. Als het lukt, ja. Wat ik verder nog nodig heb is wat knoflook. En die citroen. Ik denk 3 tenen knoflook is genoeg. Half citroen is genoeg. Die moeten we uithalen, want anders groeit dadelijk een citroenboom in je buik als je opeet. Ik ga ze nu in zo'n blendertje doen. Wat ik nu erbij ga doen is een beetje zout. Een klein beetje suiker. Wat olie. Kan gewoon slaolie, zonnebloemolie of olijfolie. Wat je thuis hebt. En dan gewoon mengen. Deze kan niet zo lang bewaren, dus je moet niet in één keer heel veel maken. Die moet je wel bewaren in koelkast. Nou, dat is mijn tweede. Ja, zo maak ik sambal. Dat is mijn recept. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Word een lid van mijn YouTube-kanaal.